En natuurlijk heb ik deze week ook de verschillende comics gelezen. Waaronder deze keek ik natuurlijk heel erg naar uit, want je hoort er veel over. De nieuwe Ultimate Spider-Man nummer 1. En ja, ik moet zeggen, nou, die cover van Scott Campbell en Rich, die zijn natuurlijk is prachtig. Als je hem nog tegenkomt, zou ik ook deze kopen. Ik vind het echt heel mooi. Misschien laat ik die wel graden ook. Dan wordt hier eerst even gezegd hoe dat het verhaal begint. Dat de maker ervoor heeft gezorgd dat Peter Parker niet gebeten werd door de radioactieve spin. En dat hij dus zijn krachten niet kreeg. Nou, Tony Stark die heeft later bedacht dat hij dat ongedaan wilde maken. En nou goed, daar gaat dit een beetje over. Het is geschreven door Jonathan Hickman. Prachtige art van Marco Cecchetto. Vind ik echt heel mooi. Het is wat anders dan we gewend zijn bij de meeste Marvel-series. Ik vind dit echt heel mooi gedaan. Peter Parker wordt er ook niet jonger op, zegt hij hier zelf ook al. Ja, ik vind dat Jonathan Hickman hier een prachtig begin neerzet. Twee kinderen van Peter Parker en MJ. Ik ga niet te veel verklappen, want je moet het gewoon eigenlijk echt lezen. Hier is MJ ook nog even. Ja, ik vind het fantastisch, de wereld die hier neergezet wordt. Jonathan en Ben Parker, die hebben samen de krant. Ja. Het is echt genieten geblazen. En moet je kijken hoe die art eruit ziet. Het is toch prachtig. Hier, die sneeuw in New York. Echt. Ik heb hier enorm van genoten van deze Ultimate Spider-Man nummertje 1. En ik hoop dat jullie dat ook hebben. Ik ben ook wel een beetje van de facsimile. Ja, ik weet nog steeds niet hoe het uitspreekt. Ik ga daar een keer opzoeken. En dus heb ik de First Fabulous issue van Giant Superstars aangeschaft. En daar staat The Wildest Thing vs. Hulk Battle of All. En nou, ik kan wel zeggen, dat is ook zo. Het is niet zoals je denkt, waarschijnlijk. Want de Hulk en de Thing die veranderen als het ware van gedaante. En dat houdt in dat de Thing de Hulk is en de Hulk de Thing is. En dat levert wel een fantastisch gevecht op. Waarbij iedereen zich verwondert van, hey, waarom is Ben nou zo kwaad? En nou ja, goed. Ik vond dit een heel erg leuk verhaal. En ben blij die eventjes gelezen te hebben. The Giant Superstars. Kijk, classic art, hè. Het is schijnbaar wel opnieuw ingekleurd ook. Ik vind het er erg, erg mooi uitzien. En heel erg van genoten van dit prachtige verhaal in de Giant Superstars. Giant Size Superstars. Volume 1 featuring de Fantastic Four. Daarom moest ik hem natuurlijk hebben. Dan heb ik nog Marvel 2-in-1, The Thing en Mordred the Mystic gelezen. En Alicia die wordt hier gered door The Thing. En erg leuk verhaal ook. Ze gaan naar Stonehenge en daar speelt zich dan weer van alles af. Dat ze in een andere realiteit terechtkomen met geesten en alles. En erg leuk verhaal. Dat is nummertje 33 uit de Marvel 2-in-1 series. Nou, dan ben ik ook nog bezig, natuurlijk, dat zag ik de vorige week al, met de X-Men 2099 serie. En ik zit volop in het stuk over Halloween Jack. Dit is nummertje 21. Deze week had ik weinig tijd, dus ik heb alleen nummer 21 gelezen en ik denk dat ik dadelijk even verder ga met nummer 22. Want het is wel echt een hele leuke serie, X-Men 2099. Dan ben ik ook nog fan van Archie Comics. Laat ik niet te veel van zien aan de binnenkant, want het, je kunt het aan de buitenkant al zien wat het is eigenlijk. Het zijn gagstrips, korte grappen, Madhouse Comics, soms zelfs grappen in één panel. Erg leuk om even in weg te duiken. Madhouse Comics nummer 127. Ook gelezen deze week. Een andere van Archie Comics was Betty and Veronica Friends Forever. The Christmas Party. Met allemaal leuke kerstverhalen. Ik dacht het is januari. Dus dan kan dit nog wel. Betty and Veronica. En dan heb ik ook nog gelezen. Deze twee. The Fall of the House of X. And The Rise of the Powers of X. En ja goed. Ik weet het niet. Ik vind de connecting cover van Scott de Jong echt briljant. Dit is
echt prachtig. Beetje jammer wel dat The Rise of the Powers of X deze dikke zwarte lijn wel heeft. En The Fall of the House of X dat niet heeft. Toch een minpuntje voor Scotty. Maar verder, ja. Cyclops die wordt hier terecht gestaan. En nou ja, goed, de art. Ja, ik dacht met de art in het begin. Ik dacht hier, oh, een beetje western stijl. Ah, dat ziet er wel tof uit. Ben benieuwd. Hier ook, dan wordt hij gevangen genomen en voor het gerecht gedaagd. En goed. Maar als het zo bleef. Maar het blijft niet zo. Het wordt best wel... Ja goed, hier nog een lappie tekst wat je wel nodig hebt om het verhaal te begrijpen. Ik vond het verhaal niet bijster goed. Ik vind de art... hier valt het nog wel mee, maar zeker verderop wordt het allemaal toch wat donkerder en onduidelijker wat er precies gebeurt eigenlijk. En ja, het was aardig, maar meer dan 3 sterren had ik er liever over. Voor zowel de Rise... of The Powers of X als The Fall of the House of X. Misschien moet ik het nog een keer lezen als ik ook bij ben met de X-Men serie, de nieuwe X-Men serie. Dat het allemaal misschien wat meer op zijn plaats valt, maar zo losstaand vind ik deze 2 delen een beetje tegenvallen. Nou goed, tot zover. Fall of the House of X en Rise of the Powers of X. Waar ik dan wel heel erg blij mee was deze, dus dat ga ik zo laten zien. Maar deze vond ik ook wel aardig. Suicide Squad from the Ashes is eigenlijk een andere serie. Hij werd uitgegeven met een andere titel. En die titel was... die heb ik even niet bij de hand. Maar hij werd uitgegeven met een andere titel. En Amanda Waller is hier voor de zoveelste keer op zoek naar een nieuw team. Nieuwe Suicide Squad. En om de jihad in... waar is ook weer... Nou, om de jihad ergens te verslaan. Eventjes de plaats kwijt. Maakt niet uit. Ik vond dit wel erg lekker getekend. Het heeft een lekker tempo ook om te lezen. En ze gaan terug naar een dino-tijdperk. Het is een beetje tijdreizen, verschillende dimensies. Dan zijn ze Rick Flag nog eens een keer kwijt. En Rick Flag blijkt Rick Flag eigenlijk niet te zijn en nooit geweest te zijn, want die bestond eigenlijk niet. En, nou ja, goed, het is een soort van battle tussen Amanda Waller en Ealing. En dat vond ik zeer verwerkelijk. Hier is Ealing trouwens in een soort van nieuwe gedaante en dan noemt hij zichzelf The General. En het is een leuk verhaal. The Suicide Squad from the Ashes. Erg mee vermaakt. Niet baanbrekend, maar tof om te lezen. Dat sowieso. John Ostrander die had namelijk in de jaren 80 ook al voor Suicide Squad geschreven. Dat was wel nog veel beter dan dit. Dat kan ik hem nageven. A Righteous Thirst for Vengeance dan. Ik kan niet alles laten zien, want het is nogal eens expliciet. Maar het begint zo. In Vancouver. Heel relaxed. Beetje varen. Dan. Oh, lopen we door Chinatown. En nog steeds heel super relaxed. Oh, daar zit even een zwerver te bedelen. Nou, iemand die koopt wat kleedjes. En die loopt weer de winkel uit. Een beetje een marktje. Nou, daar loopt. Dit is, wat later blijkt, de hoofdpersoon. Nou, die steekt een sigaretje op. En hij denkt: damn, het gaat regenen. Helemaal doorweekt. Komt hij aan bij de bushalte. En dan... hij heeft geen paraplu. Zij wel. Super lekker. Het is toch fantastisch geschreven. Ja, ik wil niet te veel weggeven, maar dit is fantastisch getekend. En dan ineens... all shit breaks loose. Hij komt aan bij een moord. Hij is een soort huurmoordenaar. Via de dark web. Ik vind dit fantastisch getekend. Ik zal nog even wat snippets laten zien. Maar dit is echt super spannend. Mooi artwork. Echt prachtig. En het is spannend. Het is geweldig opgezet. Niet heel veel tekst. Het zijn echt vaak gewoon echt plaatjes om te kijken. En dit is een hele dikke aanrader.
vind ik. Twee paperbacken is nu overal maar iets van een tientje ongeveer. Dus The Righteous Thirst for Vengeance, deel 1. Ik zou niet twijfelen, ik zou hem doen. Echt, ik heb hier immens van genoten. Misschien wel het leukste wat ik de laatste tijd gelezen heb. Ik zeg 5 sterren. A Righteous Thirst for Vengeance. En dan tot zover. Dit was het kleine stapeltje wat ik deze week gelezen heb. Ja, ik had niet zo heel veel tijd. Van met van alle andere dingen bezig geweest. En weinig energie over om nog wat te lezen. Maar toch, ja, ik heb me weer erg vermaakt met de comics deze week. En er is genoeg binnen om mij de komende week daar weer mee te vermaken. Dus volgende week maandag zie je me weer hier voor een weekly wrap met de comics die ik gelezen heb. Bedankt voor het kijken en hele fijne week gewenst. En ik zie jullie de volgende vlog. Bye!